een zeer bekende, de heer Charles Pahlat, in ons midden. En ik ken hem nog, toen ik nog minister was. 7 uur ging je van huis, met zijn auto, in alle buurten, in alle straten, naar de mensen, tot 's avonds laat, om te mobiliseren voor de NDP. Omdat hij een hoop had. Hij had een hoop en hij had een geloof dat inderdaad met het hard werken de NDP in staat zou zijn om verandering te brengen. Zoals velen dat geloofd hadden. Zoals velen dat gehoopt hadden. En hij heeft gewerkt dag en nacht. De VHP had er last van. De VHP had er last van. Totdat ik in 2005 kwam en toen zei Charlie tegen me gezegd, Charlie, ik kom oras aan je nou, Jaza. Ik kom oren je nou. Maar daar gaat het niet om. Charlie, meneer Charles Pahlat. Welkom! Ik ben met mijn paars begonnen en nu sta ik midden oranje. Het is niet slecht bedoeld. U moet niet denken dat Pahlat hier staat vanavond. Dat ik iets ben komen zoeken. En ik heb de voorzitter uitgelegd. Voorzitter, u gaat nooit mij zien bij u komen. En zeggen, voorzitter, niet want is grond van Oudu. Voorzitter, regel maar we rokken je niet zien. Even op 10 scoren, of 5 rokken. Of 5 rokken. Even op scoren, of 5 rokken. En ik heb niets nodig. En ook nooit heb ik mijn partij lastig gevallen. Nooit gaat u horen dat ik iets heb genomen of iets gehad. Zoals ik hier sta, sta ik schoon. Ja? Mijn probleem is dat ik de overstap heb gedaan naar de VHP. Het is niet zomaar geweest. Het heeft me tijd gekost om goed over na te denken. Ik ga mijn partij niet bespreken. Maar mijn grootste probleem is corruptie. En vaker heb ik de voorzitter gezegd. Ik heb ook die heren daar gezegd. Corruptie is mijn grootste probleem. En mijn voorzitter, mijn president, is wel op de hoogte. Dus zoals ik hier sta, gaan ze niet kunnen ontkennen wat mijn probleem is geweest. Ik dank u. Het enige wat ik aan de heer Pahlat kan zeggen. Pahlat, we hebben nog 5 maanden te gaan. Uw stap hier zal ons verder ondersteunen in de strijd die wij nu al voeren. En dat strijd tegen onrecht. Dat strijd tegen onveiligheid. Dat strijd tegen machtsstaat. Dat strijd tegen corruptie. Dat strijd tegen onbehoorlijk bestuur. En uw komst zal ons daarbij een enorme ruggesteun geven. Thank you. Oh, in Australia.